Minister Yildiz Polat-Biggeli van Buitenlandse Zaken heeft afgelopen woensdag de overeenkomst in zaken delimitatie of vaststelling van de maritieme grens met Frans-Guyana en een verklaring betreffende samenwerking getekend. De ondertekening vond plaats op het ministerie van Overzee te Parijs, Frankrijk. Voor Frankrijk tekende de minister van Overzee, Annick Girardin. In een bilateraal overleg dat daarna volgde, werd diepgaand gesproken over verdere verdieping en intensivering van de samenwerking op diverse gebieden. Beide landen zijn het erover eens dat het aangaan van strategische partnerschappen ter uitdieping van de relatie van eminent belang zijn voor de ontwikkeling van hun bevolking. Met name voor de leefgemeenschappen aan beide oevers van de Marowijne rivier. Er zijn ook concrete afspraken gemaakt over de voortzetting van de samenwerking op het gebied van handel en economie, onderwijs, milieu, culturele en sociale en gemeenschapsontwikkeling, landbouw, visserij, mijnbouw, veiligheid en justitiële samenwerking. De gemeenschappelijke projecten moeten tegen eind juni 2018 zijn uitgevoerd. Het Frans Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking, AFD, zal een belangrijke rol hebben daarin.